Daar gaan we. Een nieuwe Power Praat voor jou hier met Jacco Peek, Simon Seidemans en ik ben Martijn Verschoor. Er valt we een hoop te bespreken deze week, want Simon heeft zich helemaal de rambam gespeeld. Um, er zijn meerdere Hello Games in ontwikkeling. We hebben een hoop releases deze week en er is wat aan de hand met Ubisoft. Dus ga er maar eens even lekker voor zitten, want daar gaan we. Zijn jullie er klaar voor? Alles goed, trouwens? Uh, ja, volgens mij wel. Ja? Simon is een soort van het naar de hemel het. aan het gaan. Ik zit in de hemel, inderdaad. Nee, uh, ik denk zo Jacco even eerst dat antwoorden. Mijn vriendin oh. heeft mijn opnamestudio/slash uh, uh, gamekamer omgebouwd. tot een kledingkamer. Uh, Natuurlijk. Ah, kut. Ja, zo werkt dat. Dus nu zit ik hier ja. met een laptop en een microfoon. en een, er is een nieuw bureau waar helemaal geen microfoon stand op kan. Dus uh, alles is houtje-toutje. En nu zit ik hier in de hemel. Maar, maar we zien je en we horen je. Dat is ja. het belangrijkste. En je hebt daar een soort van professionele pad. Of is dit een kunstwerk? Ja. Nee, dat is wel zo. Dat is het enige reliek van wat ooit <laughs> een gamekamer met greenscreen en allemaal games en uh, schoenen, uh, al dat soort dingen was. En ik heb mijn pc ook uh, de deur uitgedaan. Dus uh, uh, ja, het is tijd om uh, te vernieuwen blijkbaar. Want ik ben alleen maar op achteruit gegaan. <lacht> ja. Ja. <lacht> ja eigenlijk dat is wel. Dan moeten we toch een keer met hem de, met de praten, misschien. Ja. of niet? Slim. Ja. Heb je nu nog een hoogtepuntje van de afgelopen week? Ik wel. Jacco, die gaat heel wachten nou. totdat ik iets zeg. Ga jij maar zeggen. Nee, raar, is Jacco. ik wil, ik wil meeliften op jullie hè? hoogtepunten. Ik wil meeliften, want nee. we hebben de borrel gehad en beeld en geluid. En ik wist dat jullie dat gingen zeggen. Of heb je een ander hoogtepunt? Oh, ik zeker niet. Nee, die borrel oh. was echt niet een hoogtepunt van mijn. Dag, niet eens. Niet, doen. oh, ik vond het wel leuk. Nee. Nou, we hadden een borrel om Simon voor te stellen. Een soort van, net als de intro van The Lion King, dit Martin zo. bovenop uh, nou ja, het bureau om Simon te laten zien aan de wereld. En uh, ik vond het wel gezellig. Ja. Ik vond het wel leuk. beetje mensen van de industrie. Toen moest ik mijn speech doen en toen heb ik iedereen uitgescholden. Ja, klopt. Ik heb ja, het ja, heel goed. gezegd: ik ben er een paar jaar uit geweest. Leuk jullie te zien, jullie hebben er echt een gruwelijke tering bijna van gemaakt. Iedereen is ontslagen. Er is geen bedrijf meer over in Nederland. En ze sturen alle collector's editions naar jullie kantoor. Hallo, ik heb ook een adres. Ja, maar je hebt niks meer om het neer te zetten, Simon. Je hebt ja. een hoekje met een adres. Ja, uh, dat is waar. Dat is je waar is waar audio Goed punt. Ik heb alleen nog uh, een Majora's Mask en een uh, Ape staan van uh, Ape's Odyssey. Dat ja, well. is Meer heb je ook niet nodig. Daar moet ik het mee doen. Ja. Mijn, mijn hoogtepunt was dat Martin achter de bar stond en Simon voor de bar. En toen wilde Martin het woord geven aan Simon, best wel snel. En toen moest Simon eromheen lopen. Toen dacht ik, laat ik deze tijd volklappen. Alleen niemand klapte echt mee. Uh, nee. <laughs> maar het heeft wel een is wel soort opgevallen. van de tijd volgemaakt. Ja, het is wel opgevallen. Ja, ja. Jacco, het ja. zal nooit vergeten worden dat jij van mij klapte. Ja, ja, ik. Ja, wordt het dat gewaardeerd trouwens? Dat je die, 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 die stilte probeerde op te vullen met jouw applaus? Zeker. Ja, toch? Ja, een was het was het moment om te klappen. Ja, ja, ja. <laughs> Maar het was <laughs> verder wel echt een oeh saai borrel. Ik bedoel, de, laten we elkaar geen mietje noemen. We hebben allemaal 0.0 zitten. Niemand heeft er alle... uit Nee, 0.0. 0.0, nee. het was ook van half 4 tot 6, dus uh, weinig ja. rock'n'roll rol. Ik kreeg wel een uh, nachtlampje van uh, Xbox, dat vond ik leuk. Ja, die heb je en ook achieve in. Achievement unlocked. Ja, dat die heb je ook in je kledingkast neergezet nu. Nee, die ligt nu nog in de auto, maar komt dat ik hem vergeten ben. Maar <laughs> die ga ik eruit halen dadelijk. <laughs> Nou goed, Dat is, uh, nee, ik, ik vond het ook gezellig. Het was even goed om iedereen weer even te zien. Uh, uit de industrie of wat er nog van over is in ieder geval. Het zijn dus een stuk minder mensen. Uh, maar het was wel was wel weer even gezellig. Uh, mijn hoogtepuntje dan, of ze toch lekker bezig zijn. We, uh, Jack en ik waren afgelopen weekend in beeld geleid. Dat ja, is het zie. museum midden in de Hilversum. Die hadden de Experience Days, oftewel ze gooiden... De alles open. Dan kon je lekker in de studio kijken bij uh, Omroep Max en dat soort dingen. Maar je kon ook uh, bij ons. Uh, lekker Asterbot uh, speedrunnen. Jacco en ik deden een showtje in het theater. Wat, uh, oh. waar het, uh, we waren na uh, Ronnie Flex. Die ging met. Uh, die ging met 11 tegen 11 spelen in de EAFC25. Oftewel, had een team met 10 andere mensen. En dan ging je online spelen tegen andere mensen. Nou, ik heb nog nooit iemand zo hard klop zien krijgen in een, in een game als uh, Ronnie Flex. Ah, dat komt dat Ronnie de hele dag uh, Fire Emblem zit te spelen thuis. Ja, dat is uh, misschien ook wel een beter idee. Maar goed, daarna gingen wij uh, even lekker speedrunnen met uh, alle aanwezigen daar. En uh, dat was best wel geinig. Maar wat me het meest opviel. Jacco zette even een benchmark neer. Oh ja. En ik weet niet hoe je het had gedaan, maar <laughs> het was echt de perfecte run en onverslaanbare oh, tijd. Al die Iedereen domme kinderen waren helemaal in de buurt. kapot opgebeten. <laughs> ja, nee, ik had natuurlijk, we, we moesten een level zoeken. En um, ja, ik weet, op vrijdagmiddag was de bol, want toen zat ik nog een beetje asgebot te spelen. Ik dacht, ja, we moeten wel even een goed level vinden. Dus ik had hem al een paar keer al gespeeld, maar de run was goed en uh, ja, al die kids kwamen niet in de buurt. Dus uh, <laughs> dat had ik goed gedaan. Al die kids eentje die jij een... zojuist omschreven als domme kids. <laughs> nee, waren hele... maar een eentje, eentje hele... Was, eentje werd zo pissig. Die trapte bij de, de Playstation om. Oh, wow. die, die, ja. die werd echt heel boos. We gaven ze allemaal vijf pogingen om het te doen. Maar eentje, ja die, die had een kleine rage. Uh, Lekker had man. Daar, Lekker? Ja. Uh, maar we hadden ook een hele leuke setup daar met uh, vier, uh, vier Playstation's met een erop en een klein verhaal erbij. Uh, dus uh, dat is leuk. Ik Jullie zijn wel echt herfst... uh, beeld en geluid vrienden van de show hè? Ja, nou, maar ze doen daar heel veel, uh, heel veel met games ook. Uh, ja, nee, dat uh, weet ik veel zo... dan. Ja, dus dat uh, dus, uh, wordt gewaardeerd en ik vind het tof dat ze ons steeds bellen. Als ze wat, iets leuks hebben, dan mogen wij opkomen draven en, ja. Iets, uh, iets leuks erin neerzetten. En uh, de komende weken is het uh, herfstvakantie natuurlijk. Dus uh, zoek nog iets leuks om te doen. Um, je kan naar het museum. En wij hebben dus daar die Astrobot setup nog staan. En dus kan je daar lekker. Uh, heb je de game nog niet gespeeld? Kan je daar lekker die hele game uh, speedrunnen? Lekker man. Weet je dat ja. Ronnie uh, echt een uh, Fire Emblem fan is? Ik wist ja, het. Echt ja. die yeah. hard. Ik vind het ja, ja, zo I know. fascinerend iets. Ja. Nee, ja, het is. Uh, die, die, die guy speelt best wel veel games. En ik, weet, ik heb volgens mij ooit nog een keer had hij een tweetje geplaatst of zo. Met een hele dikke shout-out naar Power Limited. Dat hij daar vroeger ook altijd wilde werken. Echt? Toen ik nog, ja, toen had ik hem nog gereageerd van: hé, hey, kom anders gewoon even hangen. Kom even Ja, kom even een dagje meedraaien met ons. Maar uh, toen bleef het verdacht stil. Zullen, we, zullen we bij een nieuwe Fire Emblem hem uitnodigen om mee te praten? Want jullie hebben, ja, tuurlijk. heb ik door de jaren heen geleerd, verdomd weinig Fire Emblem kennis in jullie gelederen. Misschien wel nul. Op mijn na, nul, denk ik inderdaad. Oh, oh yes. je ja, hebt de nieuwe gespeeld. We hebben de nieuwe besproken. Stond allebei in onze top 5 van afgelopen jaar. Switch Games. En niet die van jou, toch? Jawel, nummer 5, volgens mij. Want ik vond oh, hem echt dood. Heb je maar 5 games gespeeld? Okay. Heb je hem uitgespeeld? Uh, nee, ik heb hem niet helemaal uitgespeeld. Vandaar misschien. Ben je bij de chapter 11 gekomen, dat het ineens zo van holy fuck. Ja, 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 100%. Die ja, shit ja. was lijp, gek. Anfang. Toen werd het een anime opeens. Het werd een film. Ja. Het met nou ervoor. goed, uh, regel jij even een nieuwe Fire, fire Emblem, dan kan je Ronja uitnodigen. Oh, die maar komt uh, wel in. Ja. Slap de oude Leuk. Ja. Uh, wat, is, wat was jouw hoogtepunt, Simon? Uh, mijn hoogtepunt was na de borrel. Uh, onze vormgever was ook met de borrel. En die moest op tijd naar huis. Wa 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 was dat die foto met die fles whisky die, die je doorstuurde? Of niet? Uh, nee, dat was zaterdagavond. acht man. dingen zijn. Oh, dat, wa dat was zaterdag. Toen was ik op een <laughs> feestje, toen was Simon opeens op de feestdag. Ik kan echt nergens naartoe zonder jou. Echt. Ik heb hier nul herinnering aan. Wat was dit? Oh, dat was zaterdagavond. Dus, uh, toen stuurde Jacco een foto door Dat een foto, ja. Van, van, van dat, hij, dat jij op een tv was. Met een strijkijzer op een stofzuiger. Yeah. En jij stuurde een foto terug van een fles whisky. Oh, ja. Ja, die is opgegaan. Kan ik, ik weet niet meer dat wij geappt hebben, blijkbaar. Leuk om te horen. Maar het ja, was heel heftig. Hoe? Okay. Ik wist niet eens meer hoe het de <laughs> volgende dag. <laughs> dat is echt kut. Maar, obviously niet mijn hoogtepunt. Ik heb weinig uh, recollection aan uh, de zaterdagavond. Maar na de borrel waren er dus twee dingen. FC Bos speelde voor het eerst in 100 miljard jaar tijd voor het uh, periodekampioenschap kampioenschap in de keukenkampioen divisie. Wow, en ik dacht, het natuurlijk. kan. Maar ik zag het gebeuren dat hij toch naar Excelsior ging. En toen zat ik bij, uh, en ik ging dus, want dat had mijn vriendin, die ook al mijn computerkamer verneukt heeft, heeft ook al dit periodekampioenschap verneukt. Uh, die had dus kaarten voor Brian Adams. <laughs> in Ahoy. Nu vind ik Brian Adams best wel doop. En ik hou wel van een goed concertje op zijn tijd. Ik ben geen Jacco, maar. Dus wij daarheen, en ik ondertussen af en toe even op de telefoon kijken. Dus en Excelsior, en Helmond, en FC Den Bosch, die alle drie periodekampioen konden worden, stonden alle drie achter. En toen ging ik naar buiten. Eventjes uh, me onttrekken van de zaal. Het was een heel lang concert. Toen heb ik heel even Ziggo aangezet. En toen zag ik dus de gelijkmaker. En toen heb ik heel hard gejuicht. En mensen uh, die er buiten stonden keken me aan. Wat is dit voor een proleet? Toen dacht ik. We zijn allemaal bij Brian Adams. Dus laten we niet doen alsof het iemand beter is dan iemand anders. Uh, dus mijn hoogtepunt is dat ik die goal zag. En daarna zag ik allemaal filmpjes. En die wedstrijd was afgelopen. En iedereen ging het veld op. En toen was ik extreem zuur dat ik er... Niet bij was. Um, en toen ging ook niemand. Toen dacht ik, weet je, na de concert... Race ik de stad in. En ik sprak wel jongens uit het team. Dus ik wist waar die uh, uitspookte. En ik had wel vrienden. Ik zei, kom, we gaan. En niemand ging mee. Dus toen ben ik naar huis gegaan. En heb ik oh. en niet meegefeest. En ik was niet bij de wedstrijd. Die dus echt gruwelijk was. En spannend en shit. En uh, dat gebeurt één keer in 30 jaar bij de Bos. Dus dat heb ik helemaal gemist. Maar dat ene geluksmomentje. dat ik net op tijd buiten stond. om effe die goal te zien. Is mijn hoogtepunt van uh, dit weekend. Nice man. En hoe was Brian? Leuk. Ja, dat is leuk. Ja. Alleen, ik dacht dat ik wist hoe Brian Adams eruit zag. Toen dacht ik, oh, hij lijkt echt niet meer op hoe hij er vroeger uitzag. Oh, Toen ja. bleek dat ik Bon Jovi in mijn hoofd had. Ik denk <laughs> dat hij twee wel eens vaker door elkaar gehaald worden. <laughs> dus ik zat gewoon heel naar een guy te kijken die wiens uiterlijk mij niks zei. Hij had ook een witte broek en een wit shirt aan. Mijn vriendin zei ook al van: Dit zou in principe mijn stiefvader kunnen zijn. De minste rock en roll persoon op de wereld. Maar ik moet je wel zeggen: en wat ik wel relax vind, waren natuurlijk allemaal. Ik was de jongste daar met afstand. Uh, um, yeah. En er staan dus allemaal mensen in die zaal, die los gaan. Alleen niks filmen of foto's maken. Dus af en toe zie, gebeurt er iets vets en dan pakt iedereen zijn telefoon om een lampje aan te zetten of zo. Maar dan of dan iemand maakt dan. even een fotootje van leuk. Maar je ziet gewoon eigenlijk een hele fucking ahoy afgelaaien vol met mensen die aan het genieten zijn van het moment. Dat vond ik echt legit heel tof. En ik moet zeggen, Brian Adams heeft ook zeker drie nummers die ik dope vind. Um, maar die man, daar zit nog steeds wel een keel op. Daar word je akelig van. Oké. Okay. Had, had ook de helft mogen duren. Ik bedoel, maar dat is een beetje... Ja, gewoon niet drie nummers spelen en dan weer naar huis, toch? Ja, dat, en dan nog op tijd voor de tweede helft. Maar oké, okay, je niet alles ja. hebben. Maar Brian Adams was leuk. Het was alleen geen Bon Jovi. Nou. <laughs> ik zag de laatste video die van Bon Jovi die had iemand gered van een brug die naar beneden wilde springen dat oh, zag ja, ik ook ja. ja ik heb een keer in Bon Jovi's een appartement gezeten met twee vrouwen die we mee hadden genomen uh, vanuit het café terwijl hij niet thuis was en niemand vond dat gek en er stond ja. een strippaal in de midden van de woonkamer en ik kon alleen maar denken dit is gewoon dit is het huis van Bon Jovi en toen begon je Summer of '69 te zingen nee nee ik ben yeah. vrij aan huis gegaan want ik iemand had mij wiet aangeboden waar ik a helemaal niet van hou, maar ik dacht, ah weet je feestje, ik doe dat alleen. Toen was ik even vergeten dat zodra ik één huisje in één van een joint is meteen, dan val ik meteen in slaap. Ja, dus ik ben daar vijf minuten binnen geweest en het was ook waar het zeg maar het 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 vervolg van het feestje heen ging was ook niet bepaald mijn jam, um, maar het was wel het huis van Bon Jovi. Hoe ben je daar, daar weer teruggekomen ik... ook? Wat de fuck? We waren in uh, Vancouver uh, en uh, met twee of drie andere gasten op een game trip. Ik, ik, ik weet ja. ook meteen wie met wie je mee was. Met wie dan? Ja, als je over wiet praat, dan weet ik meteen nee, nee, wie het Nee, nee, nee. Het was een andere dude. Het was een vriend oh, van... Uh, ik was met Bart Kop, de hoofdredacteur van Chief toen de tijd. En die had daar een vriend, maar die was had een of andere modemerk opgezet. Dus die had een zwarte creditcard. Nou, dan weet je wel hoe laat het is. Dan kun je een eiland ja. mee kopen, zeg maar. En die was dus bevriend met Bon Jovi. En had ook de sleutel van zijn huis, omdat het ook zijn buurman was. Oh, en... Die had dus twee checks opgepikt en toen gingen we dus naar het appartement van Bon Jovi. Uh, daar ben ik vijf minuten geweest, toen ben ik weggegaan, toen kwam er in één keer iemand, legde in één keer een hele stapel poedersuiker op tafel. En toen dacht ik, oh dat is niet per se mijn ding. En ik ben ook fucking boem dat ik met mijn domme hoofd hier een ijs van een joint heb genomen. Dus ben ik naar huis gegaan, Nul Bon Jovi gezien. Terwijl je had eigenlijk gewoon. En wat er koer daarna gebeurd is je stofzuiker kunnen opzuigen. Dat was in die video. Ja, dat is wel waar. Met mijn een uh, bolle stofzuiger. <laughs> Die foto is echt ja. geniaal. Dat jij, je zit heel ja. verbaasd te kijken met een stofzuiger. Terwijl die andere guys ook Ruimers van tafel had opzuiger. Ik vond dat erg grappig. Het is wel, ik vind het leuk om te maken, die video's. Ik, van wie, ik zag helaas niet, kom. snap maar. Het zijn bol video's waarin we producten reviewen die ik niet gebruikt heb. Nee, ik zag je laatst met een strijkijzer in je handen ook. Nou, maar dat, dat zal jou keer. dus verbazen, in de Boer? Nee, ja. nee, 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 nee. Ik strijk me helemaal de moeder wekelijks. Ja, omdat je al je game uit je kamer zijn gehaald. Je hebt nou een kledingkast daar ja. en je moet daar alles strijken. Ik kwam daar, het is, het is gewoon, weet je wat erg is? Het is gewoon een kleine sweatshop daar geworden. Mijn zootje zei laatst tegen mij: Oh ja, strijken is voor vrouwen. Ik zeg: Maat, <laughs> jij hebt in jouw leven je moeder nog nooit zien strijken. Jij hebt in jouw leven, mijn vriendin, ook nooit zien strijken. De enige die jij ziet strijken, ben ik. Altijd. Hoe kom jij nou weer aan het beeld dat alleen vrouwen strijken. De enige invloed in jouw leven is een man die strijkt. Want ik hou namelijk, dat zal jullie verbazen. Ik hou van strijken. Vooral bij het voetbal zet je een wedstrijd aan. Strijkplankje erbij. Ik zweer het, dat is mijn therapie. Ik strijk zelfs onderbroeken en washandjes. Jezus, washandjes. Ja, ja waarom niet? Die verdienen het ook. Die hebben ook een vader en moeder. Elke dag. Ja, maar in, in ieder geval. Dan. Wel alleen mijn eigen washandjes. <laughs> Ik zou echt moe worden van strijken Strijken is fantastisch Het is echt een soort van therapie En alles, alles wordt zo mooi kreuk. Ik doe maar al denken aan het Assassin's Creed Want je begint met zo'n grote stapel En dan denk je Poh, dit is wel echt een opgave Maar hoe langer je doorgaat die, Op een gegeven moment is die stapel op Dan yeah. heb je gewoon alle hokjes afgevinkt Zelfs de washandhokjes Onderbroeken, check Er is niks zo lekker als een lekker streken onderbroekje Om je billetje heen hoor ik ben blij voor je. Laten we die Assassin's Creed opmerking van jou ge gebruiken als een brug naar Ubisoft. Oh, nee. um, Assassin's Creed is natuurlijk ook uitgesteld. Shadows, naar februari is uit mijn hoofd. Dat ho ook dat heeft weer een hoop gedaan met uh, Ubisoft. Want een week daarvoor kwam volgens mij al het bericht uit dat uh, Star Wars Outlaws niet heeft gedaan wat ze ervan hadden verwacht, en dus de aandelen, aandelen kelderden. En afgelopen week kwam dan ook het bericht via Bloomberg naar buiten dat uh, Ubisoft aan het verkennen is uh, of ze kunnen worden overgenomen door Tencent. Nu is uh, Tencent natuurlijk al een aandeelhouder van uh, Ubisoft. En um, nou ja, daar werd wel uh, positief op gereageerd op de beurs. Maar is dat iets wat we zouden, of we dat voor ons zien? Ja. Mij, ja. Nou, het is ja, ja. niet zomaar de overname. Ze willen het hele bedrijf, dat is het verhaal, ze willen het hele bedrijf uh, privé maken. Dat betekent dus dat je ja. van de beurs afgaat. Dat betekent dat je ongeveer 80% minder werk hebt met je allemaal houden aan regels en uh, uh, aandelen, investeringsvergaderingen, uh, noem dat soort dingen maar op. Dat kost een hoop tijd. Um, wat ik interessanter vind aan het hele verhaal, buiten wat je van Tencent, daar kun je een hele hoop van vinden. Wat je van zo'n bedrijf dat privé gaat, kun je ook van alles van vinden. Maar ik heb het idee... Kijk, als je een willekeurige gamer vraagt... Beschrijf Ubisoft de, en de geschiedenis van... Dan gaat iedereen zeggen... Ubisoft was ooit gruwelijk. Er dat was, dat was een periode, er waren ze gewoon een uitgever... Die, zeg maar, Rayman 1 en 2 maakte... En ineens in die, in die, ja, de 360 dagen, zeg maar, kwamen ze in kort tijdsbestek met Ghost Recon, Advanced Warfighter, met Rainbow Six Vegas, uh, met Splinter Cell, uh, waar ze natuurlijk al op, op gebouwd hadden op de originele Xbox. Toen was het echt, stond Ubisoft echt voor fucking pure, pure kwaliteit. En dat Ubisoft bestaat natuurlijk niet meer. Uh, niet dat ze alleen maar bagger games zou brengen, want ik heb bijvoorbeeld Valhalla, vind ik een waanzinnig vette Assassin's Creed, ze hebben sowieso ik vind 3, 2, Brotherhood ik vind meer dan de helft van de Assassin's Creed allemaal echt fantastisch alleen Ubisoft is ook een bedrijf dat continu op elke fucking trend probeert te springen die al bestaat, in plaats van zelf te focussen op kwaliteit en zo'n ja. Star Wars is daar wel een redelijk goed voorbeeld van want Star Wars is best een leuke game en uh, ja. Ik vind het denk ik leuker dan de gemiddelde gamer. Alleen, het is, Star Wars Outlaws is niet wat Rainbow Six toen was. Is niet wat Ghost Recon Advanced Warfighter toen was. Toen het echt, ik zweer het jongen, toen Graal uitkwam. Ik wist niet wat ik meemaakte. Rainbow Six ook man, zo'n lijpe kwaliteit game. En, en dat stempel zijn ze gewoon helemaal kwijtgeraakt. En ik proef tussen de regels door. Ze gaan ook interne onderzoeken doen. Van hé, hey, waarom zijn we de boel aan het verneuken? Daar hoef je in principe geen onderzoek voor te doen. Want wat ik zeg, elke gamer weet van hey, ga gewoon terug naar die shit. Maak gewoon een game die goed is. En maak niet een game met als ultieme hoofddoel hoe kunnen wij zoveel mogelijk geld verdienen. Want dat is wat ze al die fucking tijd de afgelopen jaren gedaan hebben. Alles wat zij maken is gebaseerd op trends, op marketingonderzoeken en op winst. En dan gaat er ergens gaat er iets verloren. En wat er verloren gaat, is gewoon kwaliteit. En op het moment dat zij intern onderzoek gaan doen en denken van hé, hey, misschien heel misschien gek idee, stel dat eens een keer een fucking goede game maken, zoals een Splinter Cell remake die echt goed is, zoals uh, misschien een nieuwe Rayman. misschien een uh, uh, nieuwe Ghost Recon: France Fighter, of een nieuwe Rainbow Six die niet gefocust is op oh we gaan multiplayer lobbies en battle royale en noem het dan maar op, maar Rainbow Six zoals het hoort te zijn, zoals die ik geloof die Delta Force game nu mee bezig is. En... Yeah. Um, dat komt van iemand die gelooft... Ik was honderd miljard procent ervan overtuigd. Shadows ging mijn goatee worden. Ik ken die serie. Ik, ik weet wat Assassin's Creed met mij doet. En ik heb elke trailer, elk beeldje, elk gifje wat ik heb gezien... van die twee hoofdpersonages in die wereld. Holy fuck. Ik wist zeker, er gaat niks dit jaar uitkomen... wat ik lijper ga vinden dan Assassin's Creed. En dat zeg ik zelfs als een massive Dragon Age fan... Um, maar Shadows zou het worden voor mij. Dus het is niet dat ze, wat ik zeg, het is niet dat ze alleen maar bral uitbrengen. Alleen zij moeten als bedrijf wel weer ergens voor staan. En ze staan de laatste jaren alleen maar. Hoe kan ik A zoveel mogelijk winst maken. En B ten koste van werknemers en zo maakt allemaal ook niet zoveel uit. Als je al die verhalen hoort. Um, en de Ubisoft van toen, van die tijd heb ik zo hoog zitten. Dat was de, toen, toen de tijd was er bijna niemand die aan Ubisoft kon tippen. En ik heb het idee dat zij nu zelf ook door hebben. We moeten daarna terug. Want anders blijven we 400 miljoen klappen. Op, op, op drie games in een jaar. die alle drie mega groot zijn. Waarvan niemand. niemand zit echt. op X Defiant te wachten. Ja, nee. hun strategie is zo erg veranderd sinds die dagen. Toen brachten ze. Nou ja, Assassin's Creed. Uh, Far Cry 3 was een grote hit. Dat soort. Ja, details, Far Cry. Dat waren allemaal big budget games. Grote titels, je brengt ze één keer uit. Er komt misschien een expansion vooruit, maar dat was het. En nu zitten ze zoveel meer op die uh, live service hoek van, van games. Dat ze zelfs bijvoorbeeld Assassin's Creed zo zijn gaan behandelen. De laatste Assassin's Creed heeft allerlei events gehad, naast twee hele grote uitbreidingen. Um, en ik denk gewoon dat dat niet helemaal strookt met wat voor type. Gamers daarop afkomen of zo. Ik vind het heel lastig ook om te bedenken wat Tencent hiermee gaat doen. Want Tencent is juist een bedrijf wat uh, heel erg van de live service games is. Um, is dat zo? Nou, ja, ze, ze zijn natuurlijk eigenaar van uh, uh, dingen als League of Legends, Call of Duty Mobile. Dat zijn allemaal. Uh, free to play-achtige games die volledig draaien om microtransactions. Ze hebben wel een aantal best wel cutting-edge studios die nu met allemaal dingen bezig zijn, maar um, volgens mij is dat wel hun strategie. En ja, ik ben heel benieuwd wat dit voor Ubisoft gaat betekenen. Ik zag ook al mensen zeggen dat dat er waarschijnlijk als het gebeurt dat er weer ontslagen gaan vallen, omdat nou ja, dingen worden overgenomen door Tencent, dus dan zullen ja. er nog meer mensen vertrekken bij uh, Ubi. Um, dus wat dat betreft is het al geen fantastisch nieuws. Um, en uh, je hebt natuurlijk nog steeds... Uh, Yves Guillemot daar zitten. En ik ben benieuwd wat hij uh, denkt. Of hij blijft. Ja. Dat is een goede uh, vraag. Ja. ja, lastig. Want het, nou. is, het, het, het is ook echt... De timing is natuurlijk perfect. De, ze hebben gebankt op uh, Star Wars Outlaws. Stellen eigenlijk Shadows uit... Omdat... Outlast het niet goed genoeg deed. We merken dat al. We hadden een, een preview die gecanceld werd. Uh, de Tokyo Game Show preview werd ook gecanceld. Nieuws kwam vlak daarna. Aandelen. Ik, eldere... uh, ik had mijn cover in november bewaard voor uh, Shadows. Ja, shit. Ja. Het is, ja, ja. Dat zijn allemaal van die dingen. Dat alles schuift ineens door. Ja, en dit, ik bedoel, voor de kwaliteit van de game zal het best goed zijn. Maar voor het M, voor het. Uh... Voor de reputatie van Ubisoft is het momenteel niet zo goed. Want ja, wat hebben ze dan nog? Just Dance is een redelijk stabiele factor. Maar dat en is wel meer... ik, 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 ik ben het eens met wat je zegt. Het is het goede moment. Kijk, als een game flopt, verandert er niks in een bedrijf. Als twee ja. games floppen, dan heb je een paar meetings. Uh, en uiteindelijk verandert er ook maar weinig. Maar als alles helemaal naar de klote gaat, zo erg dat jij een Assassin's Creed uit november moet weghalen. Ja. Dan is het alle hens aan dek. En dan. Heb je wel, dan, dan heb je kans op een cultuurshop. Maar er is geen één bedrijf wat, wat het roer volledig omgooit. Terwijl alles supergoed gaat. En soms heb je dat even nodig. En ik moet wel zeggen, ondanks alles. hadden zij ook kunnen zeggen: we brengen Assassin's Creed gewoon uit. En we ja. fixen die shit wel in post. Ik heb er heel veel respect voor dat ze zeggen: nee, 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 we gaan terug naar de studio. We maken deze shit af. We maken deze game van een kwaliteitstempel. wat wij. Uh, op dit moment wat we hier nog van kunnen maken binnen redelijke tijd. En daarna gaan we eens kijken naar een beter kwaliteitsstempel. De keuze die zij daarin maken. En als je ook hoort van, hé, hey, we gaan even intern kijken wat er misgaat. Nogmaals, daar hoef je, dat, dat zal een onderzoek zijn waar je hakelijk van wordt. Maar dat heb je niet nodig, want je kunt elke wereldkeurige gamer vragen. Maar het feit dat ze 6 Zesquid uitstellen. Ik vind het een, echt een goede move. Ik ben blij dat ze het gedaan hebben. En ik draag Ubisoft altijd... Sinds Rayman hebben bedacht, een ontzettend warm hart toe. Dus ik, ik, ik hoop ze. Ik hoop ze weer back in, 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 in hun glorie-jasje te zien. Ja, ze ja, zijn. Nou, denk, nou. Sorry. Ja, zeg maar. Nee, maar nee, nee, Jaco, ik, kan er best overkomen. Ja. <laughs> ik denk dat ze heel voorzichtig zijn met Assassin's Creed, juist omdat. Uh, dat nog de enige succesvolle uh, slash winstgevende serie is. Want we hadden een tijdperk, ik denk zo'n. Twee jaar geleden, uh, misschien drie jaar geleden, toen bracht ze heel veel games in korte tijd uit. Je had uh, Assassin's Creed Valhalla, je geen had... Just Dance niet hè? Dat is echt een monster. Dat is hun best lopende franchise. Dat is waar. Ja, ja, maar van al die andere grote titels, Far Cry 6 deed het slechter dan verwacht. Je had toen Immortals, Phoenix Rising. Je hebt nu Star Wars die teleurstelt. Um, daarvan uh, alleen Valhalla deed het eigenlijk uh, zoals ze het hadden uh, verwacht, gehoopt. Dus ik denk ja. Ze willen dat voorkomen met hun belangrijkste franchise. Want dan denk ik dat de reacties nog slechter gaan zijn. Van Halla was wel echt zo mokertje hard. Ik niet vond heel... Van Halla vet. Maar ja, wel weer te groot of zo. Ik heb hem niet uitgespeeld. Maar... 116 uur voor de Platinum. En het voelde zo. echt niet zo lang. Ja, ik... ik, ik uh, volgens mij, vorig jaar of uh, jaar ervoor was Danny, uh, Danny Vroogbeels in de, in de Pauwenpraat. Die, die ging ook voor de Platinum ja. van Van Halla. Het lukte hem niet omdat ja, hij zat bij hem een bug-in of zo. Hij moest een of andere wolf killen, maar dat lukte niet. Dus ja. dat, dat lijkt me echt. Daar heb ik nog wel een paar appjes over ontvangen, ja. <laughs> niet voor herhaling vatbaar zijn. Dat ja, snap ik. Goed. Um, maar uh, als je dan denkt van nou al die games van Ubisoft verkoopt zo slecht, maar als we dan kijken naar de afgelopen maand uh, de lijst met de best games uh, digitaal en fysiek is binnen. En als we kijken naar september, staat op nummer 1 natuurlijk uh, EA Sports FC25. Nou, die zal aan het eind van het, van het jaar ook wel helemaal bovenaan staan. Op nummer 2 hebben we daar Warhammer 4000 40, Space Marine 2. Dat is toch een, uh, ik ben wel blij dat die uh, titel het uh, nou, best oké okay doet. Ja, leuke game. Want uh, het is een vette game. Maar op nummer 3 is wel een opvallende game: dat is namelijk The Crew 2. Ook een Ubisoft-titel. En een uh, game die al een tijdje bestaat. Uh, de Crew 1, dat was een, uh, volgens mij vorig jaar, was er heel veel heisa omheen. Het was natuurlijk een online race game. Toen hebben ze de servers offline getrokken. Die game was gewoon onspeelbaar. De Crew 2 hebben ze offline speelbaar uh, gemaakt. Dus ze gaan die servers ooit een keer plat. Dan zou je nog wel steeds kunnen spelen. En wat ze ook hebben gedaan, ze hebben die game afgelopen maand voor een euro aangeboden op Steam en de stores. Dus uh, iedereen dook er even op. Heeft even de Crew 2 ja. gescoord voor, de, voor een eurotje. Nou ja. Ja, daarom zijn mensen wel weer die game aan het spelen en als ze misschien weer een skinnetje kopen voor een auto, je weet niet wat het doet. Maar op nummer 4 toch ook nog Star Wars Outlast. En die staat toch nog een plekje boven Astrobot. Hmm. En dit was afgelopen nou. week. Uh, september. De maand september. Maand als we dan september. die lijst even verder afmaken, hebben we Hogwarts Legacy op 6. Natuurlijk. Grand heeft Aro 5 op 7. Nog mm -hmm. steeds, hè, die game. Ja. Niet normaal. En de NBA 2K 25 op nummer 8. Ja, ik ben en en heel en benieuwd 9 op... Ik ben King benieuwd hoeveel Deliverance. Mm -hmm. Ja, Astrobot, uh, I don't know. Volgens mij doet hij het in uh, Aziatische landen heel erg goed. En hier uh, kijken mensen nog een beetje de, de kat uit de boom. Maar het is een uh, fantastische game. Uh, nummer 10 hebben we Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Oké. Okay. Voor Switchy. Nee. Weet je dat ook? Uh, ik vind die lijst nooit zo. Uh, in Nederland, als je twaalf stuks verkoopt, sta je al in die lijst. Is yeah. In een week. Dus dat zegt allemaal nooit zo heel veel. Maar het zegt, als jij er vier maanden achter elkaar in staat, zegt het iets. Ja. ja. Nou ja, maar of uh, meer dan tien jaar. Want hoe vaak heb je the game de game Grand Theft Auto 5? Denk je dat die er over? ooit uit geweest is? Nee, die is nooit uit geweest. Nee. Hij stond volgens mij, in augustus stond hij zelfs op nummer één. Ik denk uiteindelijk dat GTA 5 meer verkocht heeft dan Star Wars en Astro bij elkaar. Denk ik. Denk je dat? Denk je dat? Ja, dat is een wilde gok. Ik weet die het niet, hoor. Is vaak verkocht, denk ik. Ja. ja. Insane. Dus daarom duurt het ook zo lang uh, voordat GTA 6 eindelijk komt. Want GTA ja. 5 gaat nog steeds als een um, leier. En dan gaan we even door naar de Halo Games. Was, uh, afgelopen weekend uh, werd ja. er uh, ro rondom een hoop uh, aangekondigd. Er zijn uh, meerdere Halo Games in ontwikkeling. Ze stappen van een uh, oude engine af en gaan over Unreal 5. Nou ja, ik weet niet of jullie die beelden hebben gezien, maar dat zag er gruwelijk uit. Een beetje een uh, collectible uh, in de hele wereld heb staan. Ja, zo ziet ja, hij ja, er vet. nu uit. Ja, nou, ik, vond, ik vond het vreemd. En um, Jakka had nog iets over dat er een Halo-game naar de PlayStation komt. Ja, dat was de Verge. Dat uh, was uh, deze zomer. Die zeiden al van ja, ze zijn bezig met uh, allerlei hele projecten. En een daarvan was uh, Halo Combat Evolved Remastered. En uh, daarvan uh, zou er uh, dus ook een versie naar de PlayStation komen. Uh, en ze hebben nu dus ook gezegd: we hebben meerdere Halo games in ontwikkeling. Nou ja. Er is waarschijnlijk één grote titel. Uh, en ik uh, kan me voorstellen dat een remaster er ook onderdeel van is. En ja. Yeah, uh, Simon, volgens mij tweette jij nog iets met dat. dat ze ook op zoek waren naar iemand met uh, expertise voor alle platforms of zo. Voor, voor een Halo-titel bij. Uh, Halo ja. Studios, wat voorheen 343 uh, was. 3, 4, 3. Dit, is, dit is echt mijn droom. Nee, ik had een. Uh, je hebt de zo'n uh, guy die eigenlijk alle informatie altijd verzamelt. Hij is heel erg uh, PlayStation-centric. Uh, uh, um, uh, en die, die tweeten een. Weet uh, ah, je zo'n ding? Zo'n vacature. ze zijn op zoek naar mensen. Dit en yeah. bla, bla bla. Bij Halo Studios, inderdaad, voor ontwikkeling. En er stond dan ook bij voor alle platformen. Daar stond niet bij. Xbox, Steam, handheld, uh, PC, uh, daar stond echt gewoon alle platformen. Dat Halo naar PlayStation komt, ja, dat, dat, niemand die nog denkt dat dat niet gaat gebeuren. Dat dat is eigenlijk al best wel lang staat, staat uh, het uh, teken aan de wand. Uh, wat is het? De tekenen zijn er. Um, kijk, Halo gaat naar PlayStation komen. En ik heb dat. ...denk ik vorig jaar een keer geroepen... ...toen die, die hele geruchte maar op gang kwam van... ...gaat het echt gebeuren? Gaat Xbox First Party Games... ...naar de Playstation brengen? En uh, nou, toen brak de, 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 de laatste grote fanboy oorlog... Uh, uh, ...voor het einde van de oorlog... ...brak uit en toen kwamen er dus inderdaad... ...kwamen er verschillende Xbox First Party games, games... ...naar Playstation. En ik zei toen al van... ...Halo gaat ook komen. Het is, echt, het is alleen maar een kwestie van tijd... ...en ik kan niet fucking wachten... Tot het eindelijk gebeurt. Want het ding is. Halo is zo'n waanzinnig lijpe serie. En het zit alleen vast op een console waar het niks doet. Kijk, op, toen die Xbox 1 uitkwam, die eerste zeg maar. Ik weet nog jongen, dan, dan hadden we zo'n Halo release party. En het was dan in Amsterdam. En echt kosten, nog moeite gespaard. En dan stond je daar, dan begon die trailer. En dan hoorde je dat koor, jongen. Nou jongen, zei Ik zei het nou nog bijna in mijn broek. Als ik eraan denk hoe gruwelijk dat was. Halo 1, 2, 3 man was echt. En, en de hele lore. De, alles eraan. Ik vind alles, de, de uh, van Halo. Ik vind alles echt fantastisch. Ik vind het een waanzinnige serie. Ik speel het alleen niet. Omdat A. Al mijn boys zitten op Playstation. Dat is gewoon mijn, mijn, mijn console. Waar ik, die ik 99 van de 100 keer heb aanstaan. Uh, ik krijg die gasten niet zo van ik hey, koop even een Xbox dan gaan we Halo spelen ja in begin Infinite dan heb je er een paar bij die hebben nog ergens een Xbox rondslingeren of die doen op PC een paar potjes mee maar dat blijft niet plakken en en kijk die serie is ze hebben a Infinite natuurlijk die launch best wel verneukt door gewoon half af die game uit te brengen er zat geen co-op in, dat soort dingen. Dat is echt gewoon. Ja, dat kun je niet maken bij een Halo. Ze hebben tussendoor natuurlijk ook met vijf met de plank wel redelijk misgeslagen. En met vier. Uh, maar Infinite is uiteindelijk, als je die multiplayer dan speelde. Ah jongen, dat is een Halo multiplayer. Er is, er is niet echt zoiets als dat. Dat is zo fantastisch. Alleen ik gun die franchise. En ik denk echt dat dat gebeurt. Als je die naar PlayStation brengt, dan ontploft die shit. Want hoeveel fucking PlayStation-bezitters hebben nooit een Xbox gehad? Hebben altijd zitten kijken met leden ogen naar... ...oh, hello vet. En dan komt die... ...nou nah, jongen, dat kan toch alleen maar fucking de hemel zijn. Het is een soort wereldvrede, is het. Hele Playstation. En voor die franchise gaat het zo goed zijn. En kijk, elke ontwikkelaar uh, en elke studio wil zijn games op alle consoles hebben. Het maakt niet uit of jij het nu yeah. uh, 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 vraagt aan, aan developers van, van uh, Santa Monica. Uh, of jij het vraagt aan. Uh, aan uh, nou, misschien is Nintendo een, een outsider, dat weet ik niet zo goed. Maar, maar bij Tesla bijvoorbeeld. Die geluiden die kennen we, dat hebben we ook al een beetje gezien bij, bij, de, bij de rechtszaken toen. En we spreken natuurlijk ook als mensen. Iedereen daar is zoiets van: Motherfucker, breng onze game gewoon overal uit. Weet je, doen komt multiplatform. Starfield is het nog niet. Uh, maar zij hebben zoiets van: yo, fuck it, Doom, Starfield, alles. Wij willen alles op alle consoles. En elke ontwikkelaar wil dat van elke studio. Ik sprak ook die gasten van Indiana Jones. Um, wat natuurlijk ook Machine Games, een Microsoft Studio is. En ik zou ook zeggen: wat voor je van toen je zeg maar. Het moment dat je te horen kreeg: van hey, we gaan naar PlayStation. Ah, die gasten we hebben echt gejuicht. Dat is fantastisch. Want je wil als ontwikkelaar dat zoveel mogelijk mensen je game spelen. Um, en dat hele zit gewoon vast op een console. Dat niet meer echt een, een, een levende. Fanbase heeft, zeg maar. Dus niet dat niemand het speelt, alleen, ah, weet je, franchises die, die ontploffen gewoon niet op Xbox. Uh, op een manier waarop ze dat wel op, op PlayStation doen, of op een manier waarop ze dat wel op Nintendo doen. Um, en ik zweer het jongen, Halo en het, al helemaal op de taart als hij ook nog naar de Switch zou komen. Ah, jongens, dan kunnen we dat stoppen met gamen. Dat is het, dat is het summum. Het is echt, het is niet voor niks. Ik kan me denk nog 18 magazine covers herinneren, gedurende 10 jaar lang, waar op de voorkant stond Sony's Halo Killer. Ik zei vertellen: Weet je hoeveel we Halo Killer Sony gemaakt heeft? Nul helemaal noppes. Uh, Halo fucking, is fucking Halo. Ja, Killzone 2 die mocht even door het raam heen kijken bij Halo. Dat was het. <laughs> maar Halo is. Ja, is, nee. is, is ja, Halo is zo, zo groot, zo gruwelijk. Zo mishandeld ook, helaas. Maar wat er gebeurt als die serie zeg maar, naar andere platformen gaat. en hij ontploft. stel je eens voor hoeveel geld en, en mensen dan weer. Oh, fuck, we gaan nu. Ja, oh, we gaan wel eventjes nog. Wat Halo heeft wel een beetje achterbankie gepakt, natuurlijk, bij Microsoft. En het kwam ook omdat ze die eigen engine hadden. Er zijn heel veel mensen, heel veel ontwikkelaars, die zeggen: van ...joh, ik heb Unreal Engine 5 ervaring. Wat hebben jullie? Oh, jullie hebben een eigen engine. Ja, sorry. Dat wordt hem niet. Plus yes. het verloopt daar, want ze werken daar onder Havenklap met mensen die oh, ja, na zes maanden loopt je contract af. Er is gewoon totaal geen fucking richting of wat dan ook aangegeven. Um, en Halo verdient zoveel beter. Maar al is het maar de Master Chief Collection, jongens. Oh, mijn hemel. Zijn maar we wat, toch? wat moet Halo doen om, zeg maar met een nieuw deel, om weer relevant te worden? Is het alleen uitkomen op andere platforms of moeten ze ook? Ik denk het wel, man. Halo ja. is nog steeds relevant. Als, je, als, je, als ik nu terugdenk aan Halo, denk ik aan de allereerste Halo, die allereerste Xbox. Op het moment dat je die game aanzet en die muziek zwengelt aan. Je hebt het enige wat je nodig hebt, is dat. En ik denk dat het koord zo... nodig. Ja, er zijn Oei zoveel mensen. Mannenkor. Inderdaad, er zijn zoveel mensen die dat willen beleven. Maar ook, ja. ik, heb ook ik heb hier, de, 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 die, die Series X, die staat hiernaast. Maar die staat gewoon nooit aan. En al die games staan erop. Ik wil, ik wil heel graag Halo Infinite gaan spelen. Maar ik doe het ook niet. Yeah. Want ook, ik heb hetzelfde als Simon, niemand zit op die console. Als ik het aanzet, dan voelt het een soort van doods aan of zo. De enige die ik altijd online zie, is, uh, is Dennis de Bruin. Die altijd <laughs> die op een of andere manier toch op zijn Xbox aan het spelen is. Mm -hmm. en, maar voor de rest heb ik zoiets van, uh, I don't know. Ik zet dat, dat ding ook aan. Ik heb het idee dat ik mijn PC aanzet en moet gaan werken. Ja. Uh, play, en, en, PlayStation, Playstation ja. voelt het toch net wat anders. En op het moment dat die game daarop gaat uitkomen, ook al is het inderdaad die collection... Mensen gaan helemaal Shit. los, denk Proof. ik. Ja. En Infinite, ik heb Infinite wel uitgespeeld. Ik heb letterlijk, ik heb een Xbox gekocht voor Infinite. En uh, ik kan het, het aantal games kan ik op één hand tellen die, die ik op dat ding gespeeld heb. En Infinite is daar één van. En dat heb ik gespeeld. En het is, de, letterlijk Infinite was het, eigenlijk een broken launch. Weet je, Coop zat er niet bij. Forge Mode was er nog niet. Over die campagne kon je best wel wat zeggen. Alleen het moment dat ik daar die fucking wereld in stapte. En die wereld, het was ook een probleem. Hè? Die wereld, je, ziet die, je ziet een screenshot van Halo Infinite. Yeah. Letterlijk de hele wereld ziet er precies hetzelfde uit. Het is maar één, je hebt maar Biome. Je hebt niet, yeah. oh nu ga ik naar de sneeuw. Nu ga ik naar de een beetje meer desertachtig idee. Dus daar waren echt wel wat dingen mis mee. En als jij de vraag van, wat moeten ze doen? Want dan is Infinite blijkbaar niet genoeg. Ik zweer het je, Infinite in deze staat op alle consoles... ...was een fucking banger geweest... voor je voor het, ...want ik ben ook die multiplayer in gedoken. Helaas met iemand die... ...fucking goed in Halo is... ...dus elke keer als ik met hem speelde... ...maakte ik één kill in een pot... ...en als ik zelf speelde... ...kwam ik lekker met alle andere losers... ...en dan uh, kon ik wel winnen. Maar... Het, het, ...Halo moet alleen dat doen. Moet gewoon niks... ...geen gekke fratsen. En ik zeg het je... ...breng eerst die... ...die, die, die, die uh, Master Chief Collection. Breng die... ...fix die... je naar Xbox en PlayStation die shit gaat ontploffen. En wat er dan gebeurt is: Halo wordt ineens weer echt relevant, wordt commercieel ineens weer groot. Dat trekt weer nieuwe mensen aan. Dat schudt Microsoft ook een beetje wakker van: oh wacht, deze franchise is helemaal niet dood. Ah, en dan moet dan het bal, jongens. Dan wordt het echt bal. Ja, want ze dan gaan we natuurlijk Oh, ook jongens, gewoon... dan, is, dan is de goat gewoon weer terug. Ik, ja, Denk ik al. hoop het. Ik heb niet zo heel veel met Halo. Ik vond Infinite. Uh, ik vond de campaign echt best wel saai. Ik heb hem ook uitgespeeld. Jij bent er net te jong voor. Je bent, je bent er niet mee opgegroeid. Ik, ik heb Halo 3 in co-op gespeeld met vrienden vroeger. En dat vond ik heel erg vet. Maar ik heb niet die nostalgie. De evolutie van de Halo is zo gruwelijk. Als je vanaf het begin had gespeeld. Ja, snap ik. Snap had, ik. had je meegegroeid. Maar het uh, moet ook nu een goede game zijn voor iemand die nu voor het eerst speelt. Ja, dat bedoel ja, ik. Je gaat er ja. hele ook mensen krijgen die gewoon daar voor het eerst Halo 1 op. Yeah. Die moeten er ook. En, en ik, geloof, ik geloof in de kracht van Halo, want dat is uh, Halo multiplayer is nogmaals. Daar, en het enige wat ik wel jammer vind aan de Unreal Engine is, ik snap het. Het is logisch, want met die Unreal Engine poort je hem makkelijker naar andere consoles. Dat is natuurlijk ook de reden dat ze het doen, buiten het feit dat ze daarmee uh, veel makkelijker talent aantrekken. Alleen Halo heeft wel een, 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 een sausje wat alleen een eigen engine kan geven, zoals bijvoorbeeld een dead-stranding een Kojima-game ook een sausje heeft. Weet je wel? Uh, en dat yeah, is natuurlijk no, wat engines start. doen. En ja, je kunt je kun niet echt diezelfde... Die dat zie je ook op de nieuwe screen. Het ziet er waanzinnig uit. Technisch supermooi. Maar hij ziet er wel... Het, er is iets van dat rauwe Halo-randje. Is er dan af op Unreal? En dat neem ik op de koop toe. Als we weer met de hele wereld... Als Halo weer het allerbelangrijkste is. Het is zo... Ik zweer het, het is zo groot. Als zij nu zeggen... Halo komt naar PlayStation. Ik zou 100 zonder enkele twijfel... Fucking Master Chief Collection. Al, al was het maar een poort. Op de cover van Puzet... zetten. Omdat het, het is echt een landslide. Het is echt ja. Xbox die zegt: oké, okay, we zijn een third party publisher. Wat ze eigenlijk al zijn, alleen nu is het nog allemaal een beetje: kunt je wel ook niet die mensen die wel consultijs hebben staan, al te veel tegen de schenen trappen. Maar Xbox is eigenlijk een third party publisher geworden. Wat echt een fantastische move is voor hun. Um, ja. En voor gamers. Dus. Ah, dat is, maar Halo. Ho, ho, Halo met, met mijn buddy zit zo fantastisch, joh. Dekken. Ik denk het ook. Er komen deze week aardig wat games uit. We hebben onder andere Metaphor, A Dragon Ball, Until Dawn en A Silent Hill 2. Welke van deze lijsten hebben jullie gespeeld? Allemaal. Echt waar? Ja. Allemaal gekke man. Nou ja, uh, niks. Ik heb wel Metafor klaarstaan. Maar, uh, en Until Dawn. Maar nog niet aan toegekomen. Die, die gaat door het dak qua cijfers dan. Ja, op, uh, scoorde die op? 94 4. gemiddeld. Op de puur is nee. de discussie gevoerd geweest, dat weten jullie ook. Om hem mm -hmm. een 10 te geven. Een 100, sorry. Ja. Maar niet gedaan. Nee, Dwayne heeft het gedaan. Uh, en Dwayne, heeft, Dwayne stuurde mij echt een uh, begeisterd appje. Dat hij had gehuild. Dat hij zijn huis niet meer uitgekomen, wekenlang Omdat hij zo in deze wereld zat en zo gruwelijk huis. Dit is kunst. En mijn hele leven is rondregeld. En ik geef hem een honderd. Ik heb gezegd, oké. Okay. Al good, geef hem een 100 als jij dat wil. Hou er even rekening mee. Uh, ik heb even bij jullie nagecheckt. Er zijn drie of vier games die in de afgelopen 15 jaar of zo een 100 hebben gekregen in pu. Uh, waarvan ene wat moeten krijgen die hem niet kreeg. En daar kan ik alleen mezelf de schuld van geven. Want van de misschien drie keer dat ik iets gereviewd heb voor pu. was een van die drie Red Dead 2 die een 100 had moeten krijgen. En die gaf ik, geloof ik, een 98 of zo met mijn mm. domme hoofd. Maar uh, ik heb zeg je helemaal Ik begeving. Ze er rekening mee. Dit is wat een 100 betekent in pu. Uh, en hij hebt er de, net denk ik ook één seconde na het hij hem uit had gespeeld. Iedereen kent dat gevoel. Dan is, ah, dan, is de, dan moeten de dingen nog even bezinken. Maar hij heeft een hele toffe review geschreven over de game. Hij heeft hem iets minder dan 80 uur uitgespeeld en is uiteindelijk op een uh, kan ook wel even klappen. Het staat ook op de site een andere review. Zou ja. cijfer uh, op een 95 uitgekomen. Maar het is een soort van persona getiteld. Ja. Zij zijn gewoon een nieuwe studio gaan starten met dezelfde mensen. Um, en Dwayne heeft ook met de ontwikkelaar gesproken ik had hem van tevoren ook aan de lijn, ik zou checken wat de deal daarmee is en dat omschrijft hij dan ook, die gasten die hadden letterlijk zoiets van hey, we moesten echt een nieuwe studio maken met dezelfde mensen, we maken een game die heel veel dezelfde dingen heeft dus bijna een soort spin-off maar dat is het toch niet en Florian zei het in zijn preview en Dwayne ook in zijn review het is, echt, het is beter dan Persona en op een of andere manier is dat toch een verse mindset knop uh, die omgedraaid wordt omdat de studio dan ineens blijkbaar anders is. Wat het ook mag zijn. Het is, en het gekke is, ik moest er vanochtend aan denken, ik heb met. Uh, ik zag Elden Ring natuurlijk ook al die torenhoge cijfers krijgen. Best game, alle tijden, roepen heel veel mensen. Nee. En ik ben echt een FromSoft-liefhebber. Eerste klas, puur sang Vanaf het allereerste uur. Uh, letterlijk fucking. Ik speelde Eternal Ring op de PlayStation 2. Maar Elden Ring is gewoon niet voor mij. Maar ik geniet wel echt van dat succes. En ik heb dat bij Metafor ook. Ik vond Persona 4 bijvoorbeeld heel doop. Vijf kwam ik niet in. Ik zie het ook al gebeuren dat ik Metafor nu gewoon niet in gaat komen. Uh, maar ik zie wel dat de rest van de wereld er zo goed op gaat. En dat is gek om zo'n liefhebber te zijn van een genre. En dan juist het, 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 het hoogtepunt daarvan niet te dikken. Maar het, iets daaraan klikt niet bij mij. Maar ik vind het fantastisch om, om te zien hoe iedereen uh, er zo tering hard op gaat. Ja. Okay. Uh, Dwayne heeft een uh, drukke maand gehad, want hij heeft niet alleen met de spelen, hij heeft ook nog eens een keer uh, hard zitten spelen aan Dragon Ball Sparking Zero. Heb je die ook gecheckt, Simon? Oh nee, die niet man. Fuck die shit. Kom aan, laten we even serieus blijven. Hoezo, fuck die shit? Mens gaan ik hard op man. Samuel en Dwayne schrijven een stuk in het blad. Ik zeg luister, jongens, uh, en dan appen ze dingen over die game. Ik zeg Sam luister, maak mij gewoon wakker zodra het in de buurt komt bij Power Stone of bij een echte fighter. Wat is dit is toch de Pokémon onder de fighting games? Oh, hoezo oh, 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 oh. we nou weer de Pokémon onder de fighting ja. games? Nee, ja, gewoon elke bedoelt. jaar uh, acht nieuwe delen en niemand geeft een vak met een klein beetje verstand. Nou ja, kijk, iedereen doet... Ik, ik heb vroeger ook Budokai Tenkaichi gespeeld. Deel 2 was mijn favoriete deel, toen kwam nog deel 3. Elk deel had meer characters, had meer verhaal, uh, had wat extra's en zo. Maar in principe waren die drie games, uh, alle drie best wel hetzelfde. Dezelfde controls om omhoog en omlaag te vliegen, om uh, combos te doen. Altijd dezelfde knoppencombinatie. Veel verschillende variaties van natuurlijk Goku, Vegeta, andere personages, een aantal uh, uh, transformaties. En toen kwam er een hele sloot aan andere games die er heel erg op leken. Maar het lijkt alsof iedereen dat nu vergeten is, want dit zou een opvolger zijn van Budokai Tenkaichi 3. Maar ze hebben de Sparking Zero genoemd, wat ik heel verwarrend vind. Maar um, serieus, het is ook Sparking uitroepteken Zero. Even serieus, dan ja. ben je me toch al kwijt. Wat, ik dacht dat het is, sparkling was Ja, nee, ik ja, dacht nee, dat nee, het ik, een drankje nee, was. Nee, ik vind het Dragon Ball, sparking, uitroepteken, zero. Dat is toch leuk, Maar man. waar zijn we dan mee bezig? Waar, waar zijn we mee bezig? Ja, ze hebben het gewoon een naampje gegeven. Laat die gasten gewoon lekker gaan. Nee, nee, nee Je kunt niet zomaar een uitroepteken even tussen flikkeren. En andere, Tuurlijk, oh. gewoon oh. doen. Ze. Sparking. Jouw DM, werkt prima. Uitroepteken ertussen. tussen. Oh, vandaar. Ja, yeah. Fair enough. Touché. Ja. Maar wat ik gek vind aan die reviews, en niet ten, ten nadele van Dwayne's review, hoor. Maar het, de nostalgie is heel sterk volgens mij. Want iedereen zegt hetzelfde: de controls zijn nog steeds niet fantastisch. De camera zit soms heel erg in de weg. De gameplay kan repetitief worden. Je hebt wel veel personages, maar het zijn heel veel versies van dezelfde personages. Het verhaal kennen we nu wel. Behalve dat er Dragon Ball Super bij is gekomen, wat dingen uit GT, je hebt Fusions. Ik snap het allemaal wel. Maar ja, wat is dit dan voor game? Het is, alle Dragon Ball games voelen voor mij, zelfs bijvoorbeeld Kakarot, wat dan een actie RPG's zou zijn, voelen voor mij allemaal hetzelfde. En uh, ik wil gewoon een Fighter z 2. Dat is wat ik wil. Ja, maar hé, hè, hé. Hè. We uiteindelijk op het enige punt wat Telt uitgekomen, ja. Ja, dat, ja, dat is <Z1> de is beste so Dragon Ball Z duw. game ooit. Om, vind dat ik. zeg jij vaak. Ja, dat ja, even... wel weer een andere beste game ooit. <laughs> dat is niet waar. Nee, nee. Be dr best A A dragon. Amen. Je hebt wel Amen op Jaco's monoloog. 100%. En die ja. twee gasten die zitten dus de hele nacht lekker in de Moulin Rouge met z'n tweeën te zuipen. Op een of andere Dragon Ball. Maar uh, ze zijn Markie. daar nu nog steeds. Ik, het, ja. ik denk dat ze nou nog steeds aan zuipen zijn. ja. Oh, Lekker. Ja, nice. Ze ja, zijn lekker. Zit er zitten daar uh, sparkling soda. Laat ze denk ik even staan. We krijgen de foto's uh, de komende maand. Ja, lijkt mij. ik kreeg al twee. Okay. Zo, uh, ja, Sam stuurt de foto's wel door. Ik zei: Oké, okay, dan wordt wel 18. <laughs> dan we 18 plus. Hangt eigenlijk wel iemand in een paal. Ja, Heel wel goed. Goed. Uh, ook Until Dawn is uitgekomen. Die hebben ja. natuurlijk allemaal een keer gespeeld op de PlayStation 4. En uh, nu zou je hem nog een keer kunnen spelen op de PlayStation 5. Een stukje mooi. Zelfde GamePie. Ja. Ja. Yeah. Leuk. Vet. Moet je nice. doen. Yeah. Voor, voor 1999 koop je die PlayStation 4-versie. En ik ben best wel een defender van remasters, dat weten jullie. Horizon Remastertje, prima joh. Deze de kan, vind ik leuk. Ik ben Epic Mickey rebrushed aan het spelen. oh leuk, kan nu ook. Alleen bij deze denk ik, maat jongen, it's right there. 1999. Voor de PlayStation 4-versie. Geloof me maar dat je, als je die gaat spelen, als je die nog niet gespeeld hebt, het is niet alsof de ene game leuker is dan de andere. Hij ziet er iets mooier uit op yeah, PS5. Yeah. Ik heb hem hier aangeslingerd omdat ik een code heb gehad. En uh, 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 mijn vriendin die is aan het spelen en ik kijk mee. Omdat ik er nog een stukje in tik voor een magazine. Uh, en zij vindt het helemaal fantastisch. En ze schrikt echt hard. En het is een fantastische game. Begrijp ja. me niet verkeerd. Alleen er is geen enkele fucking reden. Om hier 69, 99 vooraf te tikken. Ja, dat is veel, echt nul. Want voor 1999 heb je dezelfde game. Maar kan je niet, ja, kan je niet diezelfde game een update en een PS5 update eroverheen gooien? Nee, 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 Martin. Dat zou ik ook niet willen. Je moet hem echt opnieuw kopen. Ja, je moet echt 69,99 ja, dus... aftikken. En daar is ja, geen hebben, reden voor. Dat ze hebben net ding. genoeg veranderd om het proberen te verantwoorden, zeg maar. Want maar wat naden... is er anders dan? Nee, ze hebben, dus dat, dat is het hele ding. Ze hebben, hey, ze, ze hebben, de camera werkt iets beter, de prologue is een beetje veranderd. Er liggen wat collectibles. Maar het is gewoon dezelfde game. Het en is Hij zwaar... ziet er mooi uit. Hij ziet er mooi uit en qua uh, belichting en kleur is hij ietsje anders. Uh, als je het naast elkaar ja. legt, dan heb je soms uh, dat het er behoorlijk anders uitziet, omdat er dat ze een of ander uh, fakkel of zo uh, laten schemeren. Het, ja. Ja, nu breng ik me het toch maar aan twijfelen. Die, ja. <laughs> en, en er is een uh, uh, schijnt dus een einde te zijn, een nieuw einde, uh, wat weer hint ja. naar de toekomst. Dus, uh, op zich ja. een uh, vervolg okay, op een totaal lijkt me heel vet. En waar nou, ik, ik zo heel ik, blij mee ik, ben. Ik ga, hem sowieso, sowieso, uh, ik ga hem sowieso weer even spelen. Maar het is wel. Ja, maar je gaat hem niet kopen, toch? Nee, nee, nee heb, maar dat ik heb bedoel ik. codeetje. Ja, ja. Dat, maar dat vind ik zo. Uh, Oké, okay, je krijgt een code, dan speel ik hem wel. Want het is een fantastische game. Het is fucking net herfst, het is oktober. Heerlijk. Heerlijk ja. game. En het andere einde wil ik ook wel even checken. Ik ben sowieso dus heel blij dat. Ze hadden natuurlijk Super Massive dit kunnen laten doen. Maar. ...Supermassive kan eigenlijk helemaal niks. Die hebben gewoon per ongeluk één keer een gigantische hit gemaakt... ...met uh, Until Dawn... ...en daarna alleen maar drollen. Um, ja, de Quarry dus eigenlijk... was leuk. De Quarry vond ik erg leuk. De query... ja. Is die van Supermassive? Ja, ja samen Sparig. met Bandai. Uh, nou, het nou, is sowieso 2K, maar... Okay. Ja, volgens mij... oh nee, Of met... Uh... Ze doen meerdere projecten... ...met meerdere uitgevers. Ze hebben die ja, Dark Pictures-reeks... Die dark ja, pictures, daar ben ik mee eens. Uit. Ja, die, ja. Die, die hebben, daarvan hebben ze echt te veel van uitgebracht. Die nieuwe, ja, ze nemen uh, ze wel. Hij twee is wel ontwikkeld het door Supermassive. Ja, Quarry is ontwikkeld zich op supermassive. supermassive. Ja. ja. Oké, okay, nou, dan neem ik, neem ik mijn woorden terug. Quarry was best wel doof. Um, geen Antwoord dan. Maar waar ik heen wilde was dat ik in ieder geval blij ben dat zij niet deze remaster doen. Um, wat ballistic Moon doet hem. En ik neem aan dat zij dan ook de, het vervolg mogen gaan doen. En ik ben gewoon even mm. blij dat dat uit handen van Supermassive gehouden wordt. Ik, ik ben het alle vertrouwen op de Quarry. Nou, de Quarry was leuk, maar niet zo goed als Anto Wel beter dan die Dark Pictures uh, shit. Um, dus ik, ik ben blij dat dat waarschijnlijk die franchise bij hen wel uit handen blijft. Ja, ze doen ook heel veel Supermassive. Ja. Dan hebben we ook nog Silent Hill 2. Die heeft ook een remake gekregen. Ja, dat is de en... goat, man. Ja, Frank Los, ik zei... Holy hell. Heb je hem al gespeeld? Nee. Nee? Nee, want jij bent de enige... Daarom zit ik hier, helemaal niks. Ik ben alleen maar de in deze podcast. Jij bent de enige in Nederland met een code, volgens mij, van die game. Ja, dat zou misschien zomaar kunnen. Nee, ik zweer het, jongens. Ik weet niet eens hoe ik moet beginnen. Kijk, zijn twee is natuurlijk de GOAT in het genre van de psychologische horror. Ja, ik wacht op jullie mm -hmm. instemmende. Ja, ja, klopt. klopt, klopt. Ja, ja, ja. Klopt, heb ik klopt, ik klopt, heb klopt. nooit gespeeld, maar ik heb het gehoord. Zeg gewoon ja. Dus ja, je hebt gelijk. Oh, Oké. Okay. Nou, beter nog misschien wel. Je hebt er nooit gespeeld, maar jij als je zou moeten gokken, dan je de, de die game die heeft toch wel een naam en een faam bij mensen die niet thuis zijn in survival horror. Ja. Oké, okay, dankjewel voor dit gesprek. Zeker. Dit uitgebreide op- en neergesprek. Oké, okay, als je het zo wil, dan ga ik inderdaad wel even los. Ga maar Hill is de fucking goat. Survival Horror is, uh, uh, heeft twee vertakkingen gekregen sinds Alone in the Dark. Dat is de ene kant Resident Evil. Dat is de item management, de, de, de actie, de jumpscares, de zombies, noem maar op. En aan de andere kant had je Silent Hill, en die ging voor de psychologische horror, noem het allemaal maar op. En uh, Silent Hill 1 was waanzinnig, 2 was. Algemeen beschouwd, is de goat, als je kijkt naar wat die game doet qua sfeer, qua geluid, qua verhaal, is echt. Als ik nu terugdenk aan het verhaal dat we dat toen kregen, dat is zo mokertje: pik en pik en pik zwart. Dat is gewoon echt gewoon op een ander niveau als, als shit die we toen zagen, of eigenlijk nog steeds tegenwoordig uh, amper nog zien. Um, toen kwam 3, die ook goed was. En daarna is de serie een beetje voor de fans geworden. Zoals ik. Ik bedoel, Homecoming en, en Downpour had je dan nog. Uh, Memories, allemaal games die ik helemaal fantastisch vond. Maar dat, dat zeg ik omdat ik een fanboy ben. Um, maar ja, toen kwam die remake van Silent Hill 2, werd aangekondigd. Dus iedereen dacht van, nou, dit is de absolute fucking, niet de koning, maar de god in het genre. Dat is zo'n fragiel iets. Als je die verneukt, dan ben je echt klaar. Toen gaven ze hem aan Bluebird Team. Yeah. En die gasten die hebben uh, games gemaakt als uh, Layers of Fear, uh, The Medium, uh, de Xbox launchtitel titel. En um, dat ene met Rutger Hauer, Pub, Redux, een beetje Blade Runner-achtig. Ik kan even kan niet op de naam komen, maar die games hebben allemaal één ding met elkaar gemeen. Of nou, een paar dingen eigenlijk. Het zijn allemaal niet hele goede games. Maar ze zijn allemaal, lopen ze over van de sfeer. De Medium is eigenlijk een hele ontzettend matige game. Die qua sfeer zo waanzinnig tof is. En ik snap waarom Konami heeft gezegd. Weet je wat, jullie krijgen Silent Hill. Want ze hoeven bij Silent ja. Hill niet zelf een game te gaan maken. Of een verhaal te bedenken. Of uh, 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 weet ik het wat. Ze hoeven alleen maar Silent Hill 2 te pakken. En die sfeer erin te proppen. En ik zei van dat is de enige manier waarop Blooper Team hier een succes van gaat maken. En die woorden moet ik zo hard inslikken en een diepe excuses richting bodem sturen. Want ja, ze hebben die sfeer fucking geneeld. En geloof me, Silent Hill 2 sfeer is iets wat niet geëvenaard is. De muziek, de, 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 de mist, de, de, gewoon hoe die hele game in elkaar zit, is zo waanzinnig. Alleen, zij hebben niet Silent Hill 2 zomaar gekopieerd. Ze hebben allemaal stukken ertussen gezet... Um, en uh, uh, allemaal nieuwe puzzels toegevoegd, nieuwe areas en je volgt wel de lijn van Silent Hill 2, maar de originele Silent Hill 2 is een hele hele korte game. Het heeft een paar grote areas, daar ga je doorheen. Die, je speelt die game, ik, ik denk dat ik hem nu, als ik hem nu aanzet, ben ik voor de avondeten klaar. Die heb ik binnen drie uur uit. Voor de lunch zelfs nog als ik een late lunch pak. Um, en zij hebben voor allerlei shit toegevoegd. Alleen dat is zo kut, want dan heb je dus iets van hey, een van de beste games ooit gemaakt. Hey, gaan jullie, fucking bloober team, er even wat shit <laughs> tussen voor je. En zorg dat het niet opvalt dat het niet van de hand van de meester is. En ik zeg het je, ze hebben het geflikt, want het valt niet op. Ik Zeker. moet echt soms googlen van, heb ik net de puzzel gehad, denk ik, kut, deze zat toch niet het origineel? En het is wel echt een steengoede puzzel. En die zat erin, dan weet je, oh, deze is echt van hun. En ja, dat je dat nice. niet ziet, is zo goed. En ik wil nog één speciale shout-out geven. Die stemacteur. Een dude heb ik opgezocht. heeft nog nooit in zijn leven ergens stemacteur geweest. Hij is volgens mij een normale acteur van die B-series. Beste performance die ik me kan herinneren in een game. Waan, okay. echt waan-fucking-zinnig. Echt no, waar? Nou, ja. Wij zitten in de, in de jury van de Game Awards. Die zijn weer eind dit jaar. Van oom Jeff Keedy. En daar zit ook altijd een onderdeel bij. Van beste stemacteur. Is het door mij heen gegaan. Maar hij wint hem hands. Down. Ik zie iedereen die gaat spelen. Hoe hij zijn zinnen delivered... Het is zo so fucking real. Het is niet zo. Oh, een videogame personage. Het is, en, en iedereen doet het goed, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Ze hebben daar ook... Je hebt ook altijd... Wat mensen misschien niet weten... Er is niet iemand die zinnen instuurt. Daar zit een uh, voice director zit daarbij. En die zegt... Oh, je moet deze intonatie even anders doen. Doe deze zin even overnieuw. Werk even hier aan de delivery. Dus daar, daar, je ziet ook wel echt... Dat de, de, degene die de voice directing doet... Echt ijzersterk is. Um, en ik vind iedereen die je tegenkomt... De NPC's die praten, zeg maar... Die zijn in meer of minder mate zijn allemaal goed. Maar hij is echt... Ik, ik kan me niet eens herinneren wat een betere Blues Cyberpunk fan Die had ook hele goede shit met, met, met Keanu Reeves. En ook V zelf, die soms echt wel fucking deliveries had. Maar dat is natuurlijk een veel grotere game met veel meer mogelijkheden. Dus dat is lastiger. Uh, maar deze doet. Uh, ik, ik ga hem opzoeken, want hij verdient het wel. Even put zijn respect aan de nemen natuurlijk. Uh, Zou dat. Robert Marcos of zo heet hij. De sfeer van deze game. Want ik Luke heb Roberts. gezien. Luke Roberts. Ja. Ja, echt, hou die dude in de gaten. Want als iemand fucking oplet, deze guy is insane goed. Maar uh, de, 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 wat ik gezien heb van deze game, en vergeef me de vergelijking, het deed me een beetje denken aan Alan Week 2. Zeg maar. Ja, het is qua... echt de meest logische vergelijking die je kan maken. Ja, zeg maar. Je is... ding, Jacco. Uh, ja, ik vond Alan Week 2 wel heel eng. Maar, uh... maar. Deze game heeft niet echt jumpscares. Nee, precies, ja. Dat had Alan Week 2 wel natuurlijk. Maar dit is pyra Pyramid een... Head die achter je aankomt. Pyramid Head? Ja, is dat het? Een... Pyramid Head is geen jumpscare. Nee. Pyramid, maar ze, maar wat echt... ze doen met Pyramid Head is zo fucking goed, trouwens. Maar oké, okay, ik ga niks spoilen, obviously. Maar Pyramid Head is echt een fucking legend. Wederom, natuurlijk, het icoon met zijn grote metalen hoofd. Ik moet zeggen, ik heb LA Week 2 nooit gespeeld. Ik heb Toevallig vanochtend om half zeven ochtends, terwijl ik de hond het uitlaten was, liep ik hier door. Het moeras heet dat. Het is gewoon zo'n zo open natuurgebied. Liep ik heen? dacht ik, oh, even LOE 2. Uh, een plaatsen, want die komt eind oktober. Dus vergeef me dat ik niet precies weet hoe eng die game is. Ik heb wel één gespeeld en die uitbreiding. Um, maar twee is eng omdat. Naar nou, twee is naar. Twee is fucking. Twee gaat jou niet laten schrikken. Twee is gewoon oh, kut. Ik voel me echt diep ongelukkig. Zijn het heel. Ja. De hele. Het is zo bedrukkend. Het is zo. Kijk, het, het concept van zijn heel is. Die doet zijn vrouw is drie jaar geleden overleden. Um, en hij krijgt een brief van haar: van, Hé, hey, ik vind me op die speciale plek in sint hil ik wacht op je. En hij gaat daarheen, maar je merkt aan al. Hij is zelf ook niet meer zo van. Oh, okay. kijk, als wij nu in sint hil dat is het echt zo. What the fuck, helemaal in paniek. Maar je ziet aan hem, en dat vind ik het goede van dat teerwerk. Je ziet, deze guy zit er. Heeft er gewoon echt doorheen gezeten de afgelopen drie jaar. Hij is obviously mega depressief. En hij accepteert maar wat er gebeurt. En hij is wel eens van: oké, okay, het is fucking weird. Maar je ziet zo de alle. Alle joy is uit zijn leven, uit zijn fucking ogen. En, hij loopt daar, en je wordt al depressief van hem. En het enige lichtstraaltje in zijn leven waar hij zich aan vasthoudt. En daarom boeien die monsters en alles wat er gebeurt. Hij is ook niet zo van... Oh, wat is dit? Zo van fucking voorspoken of zo, weet je Hij is gewoon van... Ah, fucking weird. Het is wat het is, want het is... Hij is in... Die mindset van hem is zo deprimerend. En dan kom je in die wereld en alles en iedereen die tegen het lijf loopt is gewoon naar. De monsters zijn na, Ze zien er goor uit. De, het is gewoon... En muziek is geen muziek, maar het is gewoon krassen op metalen en zo. Maar dan ook wel met een bepaalde subtiliteit. En alles aan die game, ademt gewoon nare shit. En dan een ja. sirenes op de achtergrond en zo. Het is, ja. het is niet oké, okay, man. Het is echt. Het is zo'n be be benauwende, uh, 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 niet leuke sfeer. En het is ook helemaal niet leuk om te spelen. Buiten het feit dat het echt, um, eindelijk een game die mijn goede discussie in mijn hoofd beslecht, daar stond, Hellblade 2. Uh, samen met Final Fantasy een beetje. Het really? was nog enigszins een strijdje. Uh, die strijd die hoeft echt niet meer gestreden te worden. Die mogen lekker om de tweede plek gaan knokken. Want Silent Hill 2 is, is fucking alles. En dat Bloemen dit doet, is zo waanzinnig. Uh, ja, echt. game is fenomeen fucking al. Hart. Cool. Ik heb er zin in, ja. man. Dat is ja, niet normaal. Hiervoor zin. In. Uh, die, die game met heet heette trouwens de Observer. Observer, ja. Ja, maar het oh, is wat je zei. Ze hebben allemaal die titels die ze hebben gehad. Blair Witch, die heb ik ook van ze gespeeld. De, de, de sfeer in die games die ze weten de, te creëren is echt gruwelijk. Blair IJs Witch had dat in. ook. Dat je in, de, in, in dat bos loopt, je vindt daar verschillende tapes, je gaat verder. Alleen, ja, qua gameplay was het niet echt, was het niet echt fantastisch. Layers uh, of Fear had ik ook. Ook gruwelijk vette vibes. Maar ook qua gameplay had ik zoiets van... Eh, ik moest werken om er doorheen te komen. Maar ja. Ja, je, hebt hem wel, je hebt hem nu aan me verkocht. Ik ga het proberen. Ik heb het origineel ooit gespeeld op de Playstation. Dus ja. uh, let's go. Officieel, en uh, ik ben niet de enige hoor. Maar officieel alles wat ik over Blooper gezegd heb slik ik in. Waanzinnige prestatie van die gasten. Echt echt onwijs veel respect om, om zo'n zo game. Het, 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 het is ongekend dat dit... daar nou, ongekend is niet het goede woord. Maar het is echt onverwacht dat het zo goed is. Vet. groen man. Ik heb er zin in. Uh, hebben we nog tippies voor de mensen? Uh, ja, ik heb een tippie. Ik heb hem al eens eerder genoemd, oh. maar ik mag er nu officieel uh, meer over vertellen. Het is uh, Play Nice, the Rise, Fall and Future of Blizzard Entertainment, oftewel het boek van Jason uh, Schreier, de boek yeah. die uh, eerder al twee meer algemene boeken schreef over gameontwikkeling. Die heeft nu een boek geschreven over uh, Activision Blizzard uh, en uh, ja, gefocust op uh, Blizzard Entertainment en uh, ik heb hem gelezen, ik vond hem echt heel vet. Want ik wist wel een grote lijn een beetje de geschiedenis van Blizzard. Maar hij heeft zoveel mensen gesproken, er zijn zoveel details die aan het licht komen. Er waren ook een aantal nieuwtjes uh, afgelopen tijd: dat ze aan een uh, StarCraft-shooter werken. En uh, wat er met uh, Overwatch 2 nou allemaal is gebeurd, dat soort dingen. Um, ja, het is echt fascinerend om te lezen. Als je een beetje zijn vorige boeken hebt gelezen... dan, dan snap je hoe het, hij het insteekt. Dus altijd wel ergens een soort van rode draad... over de kost van gameontwikkeling als het gaat om crunch. De cultuurproblemen die Blizzard heeft. Dat, daar wordt ook vaak naar gehind, een beetje aan het begin... Uh, tot die hele rechtszaak door de staat van Californië. Um, maar vooral die beginjaren van Blizzard, dat ze... Van een soort van, ja, een klein bedrijf met uh, 100 man opeens exploderen naar een bedrijf met uh, honderden, duizenden mensen, omdat World of Warcraft zo hard gaat. Dat is echt fantastisch om te lezen. Echt, uh, ja, ontzettend vet. Hè? Ik denk dat iedereen die ook maar iets met games heeft, dit wel kan waarderen. Dus uh, dat is een dik tip. Hij is deze week uit. Goeie tip. Ik heb er ook nog eentje voor jullie. Uh, een van mijn favoriete games van dit jaar kwam uit in februari. Uh, Bellatro is nu ook mobiel speelbaar. En dat is echt perfect. Mm. Als je onderweg bent in de trein of uh, whatever, fuck, in het vliegtuig of zo. Je kan hem nu op je iOS uh, device, dus op je iPhone, je op je Android device. En het, het uh, is gruwelijk. Je bent gewoon aan het pokeren. Een soort van poker variatie. Maar je moet steeds uh, uh, rijtjes maken, puntjes verdienen. En het is. Uh, uh, ik wil het woord verslavend niet in de mond nemen. Maar het is uh, slurp tijd. Soms zit ik ja, s'avonds. Dus. Ja, zwaar verslavend. <laughs> maar het is uh, het is geen uh, crack. Het is het is. Het is erger. te spelen. Het is erger dan dat. Is schuurlijk. Het kost volgens mij een tientje. wanneer we downloaden. En als je Apple Arcade hebt, kun je hem uh, gratis binnen binnen hengelen. Nice. Lekker gamepie. Ja. Ik wil nog een tipje. Uh, voor, voor de liefhebber. Het is natuurlijk oktober. Dan wil je. Even, ja, we hebben net al een aantal dingen genoemd. Weet je, Until Dawn, Silent Hill, Ellen uh, Wake, die de fysiek aankomt. komt. Maar wat misschien leuk is, en dit is voornamelijk voor mensen die, die een puur abo abonnement hebben. Maar misschien is dit een leuk moment om is, uh, de oude Medieval aan te slingeren. Die staat op uh, Playstation Now. Uh, of misschien zeg je van, hé, hey, ik pak even die remake. Die heeft ook gratis op PS Now gestaan en dat, dat speelt wat makkelijker. die oude is wel, dan moet je wel eventjes, uh, ja, de tand destijds heeft die game niet uh, verslagen, maar verorberd. Dus dat is een taai, maar misschien wil je even door de remake heen. Ik heb namelijk van de week, uh, vorige week was het misschien al echt uh, de hele avond uh, doorgebracht met uh, de originele bedenker uh, van en de stemacteur van uh, Sir Dan Fortescue. Hele uh, aparte vogel, echt goede duurt ook wel. En heel lang gehad over die era. Van weet je, hoe begon het? Hoe begon hij aan uh, uh, Medieval überhaupt? En hij neemt eigenlijk, uh, nam mij mee. En ik heb dat geprobeerd in, in uh, een mooie special te verwerken. Om de lezer ook mee te nemen. Langs eigenlijk die trip van, van een, uh, een klein indie studiootje. Uh, wat in die tijd betekende drie mensen of zo, weet je wel. Uh, naar een studiootje dat ineens door Sony werd opgekocht. En het zei van ja, we stonden ineens een paar van die, van die gekke boys uit Cambridge. Uh, van die emo kids. Uh, die altijd de underdog waren, stonden ineens op een E3 feest in, in uh, Atlanta. Waar de E3 toen nog was in de jaren 90. En hij vertelt eigenlijk dat hele verhaal van hoe hij en uiteindelijk een vriend van hem, dus samengekomen zijn. Die game hebben gemaakt, dat ze de Sony overgenomen zijn. Hoe dat verder is gegaan, hoe die ook die, die remaster heeft beleefd. Um, en daar, daar zitten echt wat toffe dingen in. Ik denk dat het heel leuk is als je die game... net, want Ik had natuurlijk die game uitgespeeld voordat ik hem sprak. De, de, echt wel origineel. Uh, maar het lijkt me leuk als je uh, even dat gameje speelt. En dan straks puutje op je mat krijgt. En dan lees je daar doorheen. En dan heeft alles ook even net die extra context voor je. Of je wacht en je leest eerst het artikel. En je gaat dan de game spelen. Uh, maar daar ben ik best trots op. Dus echt, uh, het is echt lang geleden dat, dat ik zoveel, met zoveel plezier en zoveel trots aan een artikel gewerkt heb. En uh, dan uh, is Medieval uh, mijn aanladertje voor jullie. Ja, hij vond het volgens best mij zo. zelf ook een fijn gesprek. Ja, ja, zeker. Ja, ja het, was, hij, het was heel even Ja, oh, hij had het, ja. Ook, had het ook gedeeld op de social media, dat hij jou had gesproken. En, uh, ja, dat ja, was of, heel knap Hij zei ook: hij ja. zegt, ik, ik krijg best wel vaak verzoeken in oktober. Hij zegt, maar uh, ik en achter hem ook allemaal boeken van, van, van alien tot, tot monsters en poppetjes van Frankens. Het is echt een, een horror horrorneut zeg maar. En uh, uh, dat vertelde hij ook. En, en hij zegt: van hij zegt, toen, toen ik. Uh, want ik had hem benaderd. En hij zegt: Jij doet print. Hij zegt: Daar kan ik geen nee tegen zeggen. Want dat, dat zal ik altijd ondersteunen. Dus dat was heel doop. En, en uh, een mooie vraag Het is een hele mooie uh, aparte kerel. die helaas een beetje gechant wordt nu in de industrie. Omdat hij een tijdje comics en zo is gaan doen. En dat vonden ze allemaal maar gek. Maar goed, mm. lees het artikel. daar staat alles, alles in. Uh, uh, dus dat, uh, uh, maar ga ook even lekker met Evil spelen. Het is echt zo'n hele gameplay tussendoor in, in oktober. Ja, genoeg te spelen, dus deze cool. maand. Ik uh, wil jullie bedanken, heren. Jullie bedankt. Jullie Voor bedankt. bijna dingen terugzeggen en zo. Nee, uh, Iedereen ja. Iedereen denkt: ja, Simon, die blijft maar lullen. Maar uh, ik moet wel, jullie zeggen niks. Is niet nee, mijn schuld. De grote Simon Show, dank je wel. Volgende keer doen we het weer. <laughs> um, Voor je dit nou fijn hebben, Praat. Uh, laat het dan even weten in de comments. Als je dit kijkt op YouTube, zet je via audio player te luisteren. Mag je ook een reviewtje achterlaten, dan zijn we beter vindbaar. Voor mensen die ons nog niet kennen en dan vinden wij fijn. Dan hebben we misschien uh, 20.000 luisteraars in plaats van 19.000. Zou fijn zijn. Dan pak even een abonnement op de Power Limited, het leukste magazine van de hele wereld. Ja, toch. Je bent alweer bijna. Wanneer gaat hij naar de drukker? Morgen. Overmorgen. Overmorgen. Ik moet Saiyan nog uitspelen. spelen. Dus ik, ik moet ja. daar smiddags gaan spelen wat ik van behalve. Ik ben er nog niet. Mm. Maar uh, 23ste als het goed is in de winkels. Waar, waar ga je spelen? Hier in dit hokje waar je nu zit. Nee, zeer zeker niet. Nee, de, in de bovenkant. In, in de bovenkant. Dicht. dicht. Pompoen op mijn hoofd. En de Saiyan Til 2, de dus met mijn lullen, man, Laten we eerlijk zijn. <laughs> <laughs> Oké, <Okay>, doei. <laughs> doei. Doei.